Beste kijkers van De Nieuwe Wereld. Als uitzendingen als deze u bevallen, steun ons dan. Want we zijn op jullie steun aangewezen. Dus steun ons bij deze eindejaarsactie met een eenmalige gift of met... Petje af. Dat betekent elke maand wat overmaken, 5 of 10 euro. Ja, bovendien kun je dan ook nog eens reclamevrij naar onze uitzendingen kijken. Zo is het. Help ons deze uitzendingen te maken, ook voor 2024. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag zijn bij mij te gast Marin Terpstra, politiek filosoof, voorheen docerend op de Universiteit Nijmegen. En Gabriël van der Brink, filosoof en nog steeds actief binnen Centrum Ethos. En we gaan het hebben over de liberale democratie onder vuur. Goed, heren, dank voor jullie komst. We gaan het hebben over jullie bijdrage aan de bundel. En Marin, jij bespreekt onder andere Alexander Dugin. Een Russisch filosoof, geboren in 1962. Die toch wel als een van de inspiratoren wordt gezien rond Poetin. Dus met zijn denken krijgen we ook al een inkijkje in wat de Russen mogelijk beweegt. Spannend thematiek. Gabriël, je hebt een artikel geschreven waarin je spreekt over de wraak van waarden. Eigenlijk handelend ook over, ik zou kunnen zeggen, een soort dialectische tegenbeweging die je ook waarneemt. Ook in ons eigen land, in reactie eigenlijk op de politieke agenda van liberalisme en neoliberalisme. Laat ik beginnen met een zin die mij trof in de tekst van Marin. En die luidt als volgt. Wat moet de politieke woordenschat, wat moeten de politieke begrippen zijn waarmee we moeten denken, spreken en schrijven, gegeven het feit dat een groot deel van de mensheid de taal van het westerse liberalisme niet spreekt of weigert te gebruiken? En dat is een zeer relevante vraag op dit moment, ook als we kijken naar de huidige geopolitieke situatie waarin het Westen zich bevindt en hoe daar van buitenaf op gereageerd wordt. Jij probeert in ieder geval vanuit deze politiek filosoof Dugin, of misschien moeten we wel zeggen filosoof, want het gaat over meer dan politiek bij Dugin. Het is eigenlijk een hele moderniteitskritiek die je bij hem aantreft. En jij probeert in ieder geval, laten we zeggen, dat denken in die zin serieus te nemen. Dat het een iets van een kritiek behelst op dat liberalisme. Die we in ieder geval tot ons door moeten laten dringen. Om ook te zien wat mogelijk onze, laten we zeggen, blinde vlekken zijn. Mm-hmm. Maar ook wat mogelijk dus iemand als Poetin zou kunnen bewegen in zijn opstelling ten opzichte van het Westen. Laten we eerst eens beginnen toch met jouw bijdrage en dan van daaruit naar die van Gabriël. Zou je eens een paar lijnen kunnen schetsen in dat denken van Dugin, waarbij ik eigenlijk zelf wil voorstellen dat je eerst kijkt naar de manier waarop men naar geschiedenis of naar tijd kijken. Ja, ja. Want wij hebben natuurlijk bij uitstek in het Westen het idee, je haalt hem ook aan, Gabriël ook, ik heb er in mijn boek Gezagskrisis ook aan gerefereerd, het idee van het einde van de geschiedenis, de ideologische strijd is voorbij, het liberalisme in de kapitalistische vorm is als overwinnaar uit de strijd gekomen, dat was ook de these van Francis Fukuyama. Ja. En je zegt, ja, maar daar is misschien nog een vierde politieke theorie. En dat zeg jij niet, dat zegt Dugin. Ja, dat zegt Dugin. Ja, dat en dat zeg betekent niet, dat je ook anders naar onze geschiedenis moet gaan kijken. Ja. Nee, ik lees Dugin omdat ik iets wil begrijpen van politiek, filosofisch iets wil begrijpen. Dat is overigens al een project wat ik al voordat ik Dugin las, mijn eigen had gemaakt. Een beetje tegen de dominantie van de Angelsaksische politieke filosofie. Die gewoon uitgaat van het historische vooruitgangsproject van de liberale maatschappij. Die heel invloedrijk is geweest. Hè? En die in ieder geval in de West-Europese politieke filosofie, daar heet het een mainstream political philosophy. Hè? Dus in een boek van Kim Lika, dat ik ooit las, een inleiding in de politieke filosofie, staat dat eigenlijk de politiek-filosofische discussie afgelopen is. Ja.
We moeten allemaal uitgaan van de gelijke rechten van alle mensen. En op basis daarvan kan politiek beoordeeld worden. Dus in het licht van de mensenrechten. En alle andere politieke begrippen, die zijn eigenlijk achterhaald. Dus daar zie je eigenlijk al, ik noem dat een post-apocalyptische filosofie. In de zin dat de apocalypse is de openbaring van wat maatgevend is. Die was altijd nog als het laatste oordeel in de toekomst geprojecteerd. Ja, de grote waarheid. Maar je hebt zeg maar in dat Angelsaksische politieke denken een soort bewustzijn, dat wordt niet zo expliciet gezegd, maar dat zit impliciet erin, dat oordeel nu is geveld. Ja. Dat we nu weten vanuit wat voor een normatieve orde, wat voor een maatgevende orde we moeten denken. En al het andere is niet meer van deze tijd, dat we zeggen is verleden tijd, kan dus afgeschaft worden. Dus je ziet ook bijvoorbeeld rond discussie rond standbeelden of wat dan ook, of de excuses, dat kolonialisme debat. Noem maar op, het verleden kan gewoon in de prullenbak. Ja, vroeger niet meer nodig. Waren alle wel het Ieren, zei Nietzsche. Hè? Dus de laatste mens zegt, dat was allemaal een vergissing. Ja, precies. We zijn nu op het punt gekomen. Dus dat post-apocalyptische. Goed, dat was inderdaad ook de denksfeer allemaal. Fukuyama in zijn tekst iets genuanceerder was. Maar goed, dat was zeg maar de boodschap waarmee hij de wereld heeft verblijd. Nou ja, hij spreekt zelfs ook over landen die nog in de geschiedenis zitten. Ja, nee, dus onderscheid tussen misschien historische en post-historische. En landen die het eindpunt hebben bereikt. De post-histoire is natuurlijk een eigen post-apocalyptische denken. Dus goed, dus zeg maar, mijn inzet is, ja, die discussie is naar mijn nog lang niet een einde. Dat is nog steeds een open vraag. Dus dat is mijn uitgangspunt, dat het de klassieke vraag van de politieke filosofie is. Wat is de beste regeringsvorm? En dat is in de politieke filosofie een open vraag. Dat wil zeggen, nog niet beantwoord en die blijft open. Maar het heeft ook een politieke betekenis in de zin dat we na ongeveer 25 jaar het wel bleek dat de voorspelling van Fukuyama niet uit is gekomen. En dat er zeg maar tegenkrachten ontstaan, ook binnen het Westen overigens zelf. Die dat paradigma of dat post-apocalyptische blijde boodschap afwijzen. Dus we moeten dus die oneenigheid weer denken. Dat is mijn inzet. Dus mijn inzet is niet een antiliberalisme zoals Dugin, maar dat we zeg maar een ander bewustzijn moeten krijgen van de situatie waar we in zitten. En dus ook dat we op een andere manier de discussie. Daar refereert dat citaat waarmee ik zo even opende, refereert daar ook aan. Hè? Dus wat is dan de taal waarin je eigenlijk gaat spreken en denken? Ja. Geven deze ontwikkeling. Laten we dan dadelijk nog even terugkomen op Dugin. Je hebt nu even jouw inzet gegeven. Ik ga toch terug naar Gabriel. Of terug. Laten we dan ook de inzet van Gabriel even op tafel leggen. Jij hebt toch ook een aantal jaren geleden al een boek geschreven waarin je het ruw ontwaken uit de neoliberale droom. Waar het eigenlijk ook dat thema van die crisis binnen die neoliberale orde aan bod komt. Hier introduceer je eigenlijk het idee van het waardeveld ook als een soort dialectische reactie op precies die ontwikkeling. Misschien ook gewoon eerst maar jouw inzet en dan gaan we dadelijk dat nogal weer verder uitpakken. Nou ja, ik kan aansluiten bij wat Maren zei. Als het gaat over geschiedenis, ik ben altijd enorm met geschiedenis bezig geweest, zowel onderzoeksmatig als filosofisch. En aanvankelijk was ik echt wel een aanhanger van het idee dat geschiedenis een vorm van vooruitgang biedt. En dat is natuurlijk niet, dat hebben de liberalen niet uitgevonden, dat hebben eigenlijk de Joden en de Christenen al, de Joden minder, maar de Christenen wel. En dat is vervolgens door de liberalen uitgewerkt in combinatie met de verlichting van weet je wat, dat hel dat zien we nog wel, maar hier in de geschiedenis kunnen wij dat hel bevorderen als wij maar marktwerken en andere dingen bevorderen. Okay. En aanvankelijk was ik, hoewel kritisch, toch wel ervan overtuigd dat zo'n soort vooruitgang historisch mogelijk is. Gaandeweg en door onderzoek, maar ook door de dingen die in de wereld gebeuren. Mm-hmm. En ook door je eigen reactie daarop goed te onderzoeken, ben ik
daarvan afgeraakt. En inderdaad, op dit moment, dat is ook de inzet van mijn bijdrage, zie ik toch een veel meer dialectische dynamiek in de geschiedenis zich voltrekken. Waarbij niet alleen de geschiedenis zelf een samenstel, buitengewoon ingewikkeld samenstel van tegengestelde krachten is. Ja. Dat wist Heraclitus al. En dat vind je bij Hegel en ook wel bij Marx. Maar dat tekent zich voor onze ogen af. Hè. Maar ook dat in die dialectiek het niet zo is dat de homo economicus, waar de liberalen sterk op inzetten, dat die nou per se de waarheid aan zijn kant heeft. Mm-hmm. Integendeel. Ik denk dat de geestelijke en morele en ook misschien zelfs wel religieuze krachten in de geschiedenis zwaar zijn onderschat door de liberalen. Dat ze daarmee ook het idee van de vooruitgang vertekenen. En dat als je naar het leven zelf kijkt, en ik weet dat dat denk ik nog altijd een beetje moeilijk is, maar ik denk toch dat je dat kunt doen. Dat je dus het leven zelf serieus probeert te nemen, zowel in het klein, maar ook zeker in grote verband. Dat je dan moet zien dat die dialectiek niet alleen volop aan het werk is, maar ook dat ze de laatste 10 jaar, zal ik maar zeggen, juist omdat dat liberalisme dat zo sterk ontkent, de tegenkanten enorm sterk manifesteren. Ook in waarde, in zin van waarden. Ook natuurlijk in zin van politieke krachten. En die tegenkrachten vind je wel buiten Europa. Rusland en andere landen. Maar ook in Nederland zelf. Ja, ja precies. Nou, laten we dat verder uitdiepen. Jullie beide eerste reactie geeft al aanleiding tot allerlei vragen. Dat ga ik even niet doen. Toch eerst naar gewoon de bijdrage, Dugin. Want Dugin reageert hierop. Hè? Dus die grijpt terug toch ook op veel westerse denkers. Hè? Heidegger, ja. Komt ook voorbij in jouw tekst, die op een gekke manier politiek gaat inzetten. Spengler speelt er een rol in, Carl Schmitt speelt een rol. Dan zit er natuurlijk ook nog de nodige, laten we zeggen, de specifiek Russische ziel er maar in. Iets van de Russische orthodoxie die daar een eigen plek krijgt. Hij grijpt terug op Guénon, Evola, wat onorthodoxe denkers voor ons. Maar laten we eens beginnen toch met die tijdsordening. Want ik vind het interessant hoe jij dat beschrijft. Wat is zijn these? Dus het gaat even niet over wat jij, hè, maar wat die Alexander Dugin nu eigenlijk inbrengt tegen het, laten we zeggen, het moderniteitsidee. Ja. Ja, wat hij ziet in liberale Westen, om het zo maar even te zeggen, de vooruitgang. Ja. Als de vooruitgang ziet hij als vervalsgeschiedenis. Ja. Dus als je over tijdsordening spreekt, dan heb je het over cyclische tijden en lineaire tijdsordening. Je hebt het over vooruitgang, achteruitgang of bloei en verval. Je hebt het ook over zaken als dat voor bepaalde handelingen of gebeurtenissen een bepaalde tijd is, et cetera. Dus we leven in allerlei verschillende tijdsordeningen. Mm-hmm. En hij ziet inderdaad een dominantie of een eenzijdigheid op die lineaire tijd, waar Gabriel het net ook over had. Dus een soort utopische, dus met de Franse Revolutie, met de opkomst van de liberale wereld. Is er een verwachting, wordt er een voortdurende verwachting geschapen dat de wereldmaatschappij kan ontstaan waarin aan alle mensen recht wordt gedaan. Die universele verklaring van de mensenrechten is daar een hoogtepunt van. Dus ja. Dan zitten we in een lijn vooruit. Wat Dugin zegt, in navolging van mensen als Evola en Guénon bijvoorbeeld, is dat we juist in een verdergaand verval mm-hmm. zitten. Dat we zeggen dat het toekennen van rechten, steeds meer rechten aan mensen, mm-hmm. zeggen, hè, dus dat als individu, de zeggenschap wordt toebedeeld aan alle mensen. En dan zitten we gewoon in het idee van een liberale democratie. Een verval is van een oorspronkelijke mm-hmm. wijsheid. Ja, traditie noemt Guénon. Dus ja, traditie is wel iets wat ligt voor de geschiedenis zoals wij die kennen. Dus het is een uitermate moeilijk idee. Ja, dus in het eerste hoofdstuk van het boek van Guénon, La crise du monde moderne, kun je lezen dat eigenlijk Plato al
met het ontstaan van de wijsbegeerte de crisis van de wijsheid onzichtbaar is. Ja, dus het begin van de filosofie van Plato is direct verbonden met de democratie. Ja, met de veelheid van meningen waar je voor geld iemand kon kopen om jouw standpunt te verdedigen. Of als iemand meer een andere standpunt, daar moest Plato niets van hebben. Dus die koos voor, wat ik zei, die klassieke vraag van nee. Ja, dan moet toch als het ware ideeën zijn die maatgevend kunnen zijn voor de beslissing van dit soort strijdpunten. En Guénon zegt, en ik denk dat Dukan hem dat nazegt, van ja, dat is al een teken van verval. Mm-hmm. Dat je naar wijsheid begeert, betekent al dat die wijsheid op afstand is komen te staan. Dat het gouden tijdperk waarin een gemeenschap nog volgens het idee van het goede functioneerde, dat dat achter ons ligt. En ja, niet zomaar even teruggehaald kan worden. En zeg maar, wat bij Plato, waarom Plato al vervallen is, en dat is, vind je ook bij Heidegger op een bepaalde manier, is dat hij al pretendeert dat de mens het zelf kan ontdekken. Zij het alleen nog maar de filosofen die zijn verstand gebruikt. Ja, maar dat het idee dat de mens de wijsheid zelf kan ontdekken, dat die niet meer gegeven is, dat is het proces van verval. Ja, dat staat natuurlijk volstrekt haaks op de manier waarop wij over de menselijke geschiedenis denken. Als juist iets wat met onwetendheid bij een nulpunt is begonnen. En het dialectisch proces, de mens heeft door zelf dingen uit te proberen, dingen geleerd en et cetera, et cetera. Zo, dat is het idee van vooruitgang. Ja, en dit draait het dus helemaal om. Mm-hmm. Ja, en daar meteen op reageren. Want dat vind ik, ik ben het er dus totaal niet mee eens. Ik vind die, waar ben je niet mee eens? Met die manier om dat om te keren. Ja, ja. Want dat is namelijk hetzelfde denkpatroon, maar dan omgekeerd. Precies, dus ik ben verre van elke idee dat geschiedenis in termen van verval, ondergang kan worden begrepen. Ja. Dat is gewoon het negatieve van het vooruitgangsdenken. En dat geeft niet meer kennis. En het is bovendien ook, wat mij betreft, moreel twijfelachtig. Dus ik denk dat we voor de uitdaging staan om beide versies te passeren en de dialectiek anders op te vatten. Niet in termen van vooruitgang en ook niet in de term van verval. En bovendien, je kunt ook heel goed terugvinden, zeg, op welk momenten dat je denken over verval optreedt en welke functie het vervult. Mm. Nou ja, dat is eigenlijk, vind ik persoonlijk, vrij infantiel. Want natuurlijk valt de wereld tegen. Wat je had verwacht komt niet uit. En in reactie op denk je dan, het was vroeger beter. Nou, je kent de uitspraak van dat reeds de vroege Grieken klaagden over het feit dat de jeugd enzovoort. Vroeger was alles beter, maar dat is niet de manier waarop we, denk ik, kunnen begrijpen hoe de geschiedenis in elkaar zit. Het is ingewikkelder, maar het is ook wel hoopvoller. Dus ik vind zelf, ik las bij jou in jouw bijdrage dat Dugin dus naar Plato verwijst. Ik denk zelf dat je de dialectiek in de geschiedenis veel beter kunt begrijpen en ook beter kunt hanteren als je accepteert dat er een, ik zal niet zeggen oneindig, maar toch wel een hele grote afstand is tussen bepaalde verwachtingen en idealen enerzijds en de wereld zoals ze is anderzijds, en dat elk tijdvak opnieuw voor de uitdaging staat om die spanning op een eigen wijze te overbruggen. Dus dat is niet een dialectiek in de lijn van vooruitgang of achteruitgang in de geschiedenis, maar dat is een dialectiek in elk tijdvak tussen hoog en laag. En dat vind ik niet alleen veel hoopvoller, omdat dat namelijk ervan uitgaat dat die idealen, inclusief mensenrechten, maar ook andere idealen die misschien bij Dugin beter verwoord zijn, dat die er altijd zijn. Maar ook dat je er niet mee kunt volstaan om te zeggen, vroeger deed men dat beter. Ja, het zal misschien, maar wij kunnen niet terug naar vroeger. En we kunnen trouwens ook niet zomaar voorspellen wat toe is. Wij moeten nu die dialectiek op een nieuwe wijze vormgeven. En daar wordt dan in mijn optiek de kritiek op het liberalisme interessant. Want wie is nu de woordvoerder in deze tijd van die dialectiek? Ja, op dit moment is dat rechts. Politiek is dat rechts. Maar daar heb ik niks mee te maken of dat rechts of links is. Het gaat erom dat we begrijpen wat die dialectiek is. Ja, nou heb ik natuurlijk beide teksten goed gelezen. En wat mij trof is dat er toch nogal wat overeenstemming is tussen een aantal kritiekpunten die jij naar voren brengt. En die eigenlijk ook bij Dugin een rol spelen. Zij het dat die bij jou in een iets andere context natuurlijk figureren, mag ook duidelijk zijn.
Een van die lijnen is bijvoorbeeld dat vrijheidsconcept, zoals in die westerse wereld eigenlijk opkomt en zoals het zich heeft ontwikkeld, echt de nadruk legt op wat we dan zijn gaan noemen de negatieve vrijheid. Dugin spreekt daarover als een loskomen van allerlei verhoudingen. Inclusief eigenlijk het lichaam en het leven zelf, zoals die in de huidige hele transgender debat eigenlijk nu gaande is. En dat kwalificeert hij, en dat was een term die ik overigens ooit een keer heb gehanteerd in mijn boekje Staat van Verwarring, als ontbinding. Ja. Dus hij ziet dat liberale mensbeeld een nadruk op vooruitgang in termen van eigenlijk loskomen van allerlei bepalingen, waarin het individu eigenlijk los wordt gemaakt. En dat de vooruitgang in toenemende mate als een machinale vooruitgang, de technologische, economische vooruitgang wordt gedefinieerd. En dat eigenlijk die vooruitgang juist een verder gaand proces van ontbinding inhoudt. En daar zit voor hem dus ook een heel groot metafysisch vraagstuk. Mm-hmm. Misschien kun je daar nog even wat nader op ingaan. Ja, zoals dat voor hem is. Ja, precies. Nee, maar dan pakken we dat. Geen woordvoerder van Dugin. Maar het gaat om dat we even, ook voor de kijkers, dat we even begrijpen waar gaat hij naartoe. Even reageren op Gabriel. Dus ik bedoel die onderscheidingen, hè, vooruitgang, achteruitgang of lineair of circulair. Ik bedoel, dat zijn onderscheidingen waarbinnen wij denken. En als je dialectisch wil denken, dan moet je dus allerlei vereenzijdigingen. Die roepen altijd reacties op van de andere kant. Dat is. Ja. Dus als ik, ik probeer de oneenigheid te denken, dat wil zeggen de veelheid van mogelijkheden die onderscheidingen bieden. Mm-hmm. Dus dat is mijn, zeg maar, mijn methodische uitgangspunt. En dan is het interessant om denkers als Dugin bij het gesprek, bij de discussie te betrekken. Ja, die betrekken omdat we er dus ze de andere bij kant laten zien en je opnieuw moet gaan nadenken over. Waar je nou heen wil. En dat geldt ook voor het begrip van vrijheid. Dus wat ik bij Dugin lees, dat is niet zoals hij het voorstelt, mm-hmm. maar wat ik bij Dugin lees is dus dat het liberalisme zijn eigen vrijheidsbegrip niet goed begrijpt. Dat is eigenlijk het punt. Eigenlijk het vrijheidsbegrip niet goed begrijpt, want het vrijheidsbegrip is ook een onderscheid. Dus het vrijheid is geen principe. Het gaat om het onderscheid. Wat moet vrij zijn en wat moet niet vrij zijn? Wie moet vrij zijn of wie moet niet vrij zijn? Welke handeling moet je vrijlaten? Welke handeling moet je niet vrijlaten? Daar heb je criteria. Daar komt dus een kwalitatief. Daar heb je een criteria voor nodig die dus niet het begrip vrijheid. Dus vrijheid kan geen eerste beginsel zijn. Het gaat altijd over een discussie van. Wat is het waard, dus dan komen we inderdaad bij waar, wat is het waard om vrijgelaten te worden? En daar gaat een discussie over die Dugin wil voeren, die zegt, ik vind het individu helemaal niet belangrijk. Het individu heeft geen waarde. Ja? Mm-hmm. Wat waarde heeft, als abstractie, als abstractie, is de check. Maar wat waarde heeft, is een cultuur. Ja, dus een cultuur, dat is iets wat door de eeuwen is tot stand gebracht door menselijke, in de menselijke geschiedenis. Dat kun je niet zomaar even opzij gooien. Dat is zijn punt. Nou. Dus moet je moet je cultuur de ruimte geven, vrijheid laten. Ja? Als je, en zo interpreteert hij het liberalisme, of dat een juiste interpretatie is, daar kun je over twisten. Nou, daar zou ik ook over willen twisten. Ja, maar zoals hij het westerse liberalisme ziet, is dat een dwangmodel is waar mensen verplicht worden, eigenlijk gedwongen worden om vrij te zijn. En dus om zich los te maken van. Ja, dat is die ontbinding. Daar zit iets in van of men ervaart dat, of Dugin ervaart dat als een regime, mm-hmm. Wat de wereld wordt opgelegd. En waartegen die in opstand komt. Ja, nou is dat natuurlijk inderdaad ook een kritiek die binnen de westerse filosofie zelf ook
uitvoerig aan bod is gekomen, ook uitvoerig is bekritiseerd. Gabriel heeft een communistische achtergrond. Marx, ik weet niet hoe dat bij jou zat in Nijmegen. Hetzelfde. Zijn oude kavaleren. Ja, daarom. Maar jullie hebben ook, misschien ook nog het katholicisme gemeen, wie zal het zeggen. Allemaal anti-liberaal. Ja, maar dus daar zit altijd al een spanning in relatie tot dat mensbegrip. Ja. Het is denk ik ook niet helemaal toevallig dat bij Dugin ook die religie weer een rol gaat spelen. En daarmee ook een idee van een hogere waarheid. Maar goed, toch even dat ene spoor. Dus dat proces van ontbinding. Hij ziet dat ook in de moderniteit als een... dus de fragmentatie, of wat ze binnen de sociologie ook wel die differentiatie noemen, hè, van allerlei domeinen. Je hebt gewoon onderwijs, je hebt de economie, je hebt de markt, je hebt zorg, je hebt noem allemaal op. En hij zegt, die domeinen die raken gescheiden van elkaar. En de mensen die daarin zitten, die worden eigenlijk aan een regime onderworpen waarin we stap voor stap in die ontwikkeling van het liberalisme gaan zien dat er eigenlijk afscheid moet worden genomen van alles wat voorheen gegeven was. Als een soort inperking wordt gezien van die vrijheid of autonomie van het individu. In ieder geval, in een moderne maatschappij wordt, zoals Niklas Luhmann dat zegt, bestaat de mens buiten de maatschappij, buiten de maatschappelijke systemen. Voor zover die werknemer is of wat dan ook. Hè. Dus zit hij in het systeem, dan moet hij daar denken, maar daarbuiten kan hij denken wat hij wil. Dat wil zeggen, de maatschappij bindt mensen niet meer aan culturele, religieuze, morele, maar alleen maar aan de functionele eisen van het systeem. Dat is het proces van globalisering. Als jij docent bent, dan moet je gewoon professioneel docent zijn. Als jij kapper bent, moet je gewoon goed kunnen knippen. Cultuur is irrelevant daar. Nou, dat zie je ook. Godsdienst is irrelevant. En nationale identiteit is ook, uiteindelijk. Dat zijn allemaal irrelevante dingen voor het functioneren van die systemen. Precies. Het liberalisme zegt, kun je gerust aan mensen overlaten. Ja. Maar dan wordt het zeg maar hobby. Ja. Het wordt gewoon vrije tijd. Het is vrije tijdsbesteding. Voor zover mensen niet functioneren in de maatschappij en ze dus daar los van staan, kunnen ze zich met dat soort dingen bezig houden. Ja, en voor Dugin is dit zelf al een politieke beslissing. Ja, dat is eigenlijk een hele destructieve werking heeft. Nou, de overeenkomst die ik bij jou zag, Gabriel, maar je kan er dadelijk zelf uitvoerig nog op ingaan, is dat jij eigenlijk al sinds jaar en dag, mag ik zeggen, benadrukt hoe in dat liberalisme een nadruk ligt op toekomst, op vernieuwing. Je haalt zelf ook nog even Schumpeter aan. Het idee van eigenlijk permanente innovatie, Marx zag dat natuurlijk ook, maar hier nog een stap verder gaand, van ook het achterlaten eigenlijk van allerlei cultureel erfgoed. En jij zegt, dat is precies ook de vorm van ontbinding die de laatste jaren in toenemende mate waar een wrekende beweging eigenlijk zichtbaar wordt op precies dat proces van ontbinding. Ja, dat klopt. Ik ben het ook wel eens met de vaststelling die Dugin kennelijk doet, dat liberale orde ontbindend werkt. En ook dat daar een dwang van uitgaat. De markt dwingt je tot specialisatie bijvoorbeeld. Hè? Of die dwingt je tot bepaalde transacties, want anders besta je niet. Trouwens, de politieke orde dwingt je ook. Dus ik ben het ermee eens dat die liberale orde een dwangmatige kant heeft. En ik heb haar zelf samengevat, ze dwingt je tot drie dingen die niet vanzelf gegeven zijn, maar die wel bevorderd worden. Het dwingt je tot individualiteit. Zou je misschien liever bij een groep op? Nee, je moet individu zijn. Het dwingt je tot innovatie, terwijl je misschien liever in het verleden zit. Het dwingt je ook tot een zekere immoraliteit of amoraliteit. Want jouw moraal is privé, maar dan gaan we in de zakenwereld. Functioneel handelen. Ja. Maar nou komt mijn punt. Je kunt er best iets tegenover stellen, maar het is ook dwang. In Rusland is de dwang van het collectief, de dwang van de staat en de dwang van een bepaald verleden niet veel minder voelbaar dan bij ons.
ik zou zeggen, er is altijd dwang. In die zin dat je geen maatschappelijke orde kunt voorstellen waarin niet gedwongen wordt op een of andere manier. En dus verplaats ik de vraag liever naar de vraag, nou, als dat zo is, dan wordt het veel interessanter om de vraag, waartoe dwing je dan en wat is dat waard? Nou ja. En wat zijn de prijzen die je daarvoor betaalt en wat is dat waard? Maar dat is denk ik ook het vraagstuk, ook bij Dugin, hè? Even voor de duidelijkheid. Hè? Dus die, hij zal ook zien dat natuurlijk die dwang evenzeer aanwezig is. Excuses, nog steeds het pitje af en toe in mijn keel. Dat die dwang evenzeer aanwezig is in Rusland. Maar de vraag is inderdaad, ook wordt het gehad om die vrijheid. Wat moet je vrijlaten en wie moet je vrijlaten? Maar dan wordt het heel interessant om te hebben over het mensbeeld wat je bijvoorbeeld hebt. Of hoe je het maatschappijbeeld hebt of geschiedenisbeeld. Want zo'n beeld, zo'n beschouwing, die natuurlijk wat vager is, die vaak impliciet aanwezig is achter deze diagnose, die bepaalt hoe erg je dat vindt. De ene of de andere dwang. En daarvoor zullen we ongetwijfeld van mening blijven verschillen. Maar ik persoonlijk ben tot de conclusie gekomen dat een eenduidig mensbeeld, waarbij je als het ware heldere keuzes maakt, voor en tegen op die as. Hè, dus bijvoorbeeld, je bent voor het individu en dan ben je dus tegen de gemeenschap. Of je bent voor de toekomst en dan ben je tegen het verleden. Ja. Of je bent voor de macht en dan ben je tegen de moraal of omgekeerd. Dat dit soort denken nou precies het probleem is waar we aan leiden. Zowel de modernen als de meer nostalgisch ingestelde mensen. Mijn voorstel tot dialectiek zou inhouden, een beetje in de lijn wat ook Maren zegt, dat je moet hebben om te denken überhaupt die onderscheidingen nodig. Dat is evident. Zonder onderscheiding kun je niet denken. Ten tweede, die onderscheidingen zijn niet alleen maar denkmatig, die vinden zich in de realiteit. Want je hebt samenlevingen die vrijer zijn, je hebt samenlevingen met veel dwang, je hebt samenlevingen waar het individu voorop staat en je hebt samenlevingen waar gemeenschap voorop staat. Dat bestaat. Maar in mijn opvatting van het leven, en ook wel van samenleven, is het altijd een kwestie van een balans vinden tussen extreme posities. En dat is trouwens ook wel, wat mij betreft, onderbouwd door heel veel wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld individu en gemeenschap. Ja, dat heb je echt alle twee nodig. Niemand kan helemaal alleen leven. Maar niemand kan ook volledig leven in een collectief. Dat is verstikkend. Dus het leven is een balans, een zekere balans tussen individualiteit en collectiviteit. Nou is de grote vraag, eigenlijk is de vraag, dus ik ben tegen die zuivere posities, tegen een zuiver individualisme, zoals Ayn Rand ook geformuleerd, en tegen het zuivere collectivisme. Ik ben voor het gemengde, de gemengde constitutie, het gemengde leven. Ik ben voor de vermenging. Ik ben tegen zuiverheid, want zuiverheid levert, los van de morele prijs die je ervoor betaalt, ook in het denken niks op behalve aandacht. Aandacht krijg je wel met een zuiver standpunt. Hè? Maar daar koop ik niks voor. Ja, filosofisch vind ik, maar politiek vind ik dat ook niet goed te verdedigen. Je moet denken in mengsels. En daar is van belang maatvoering. Dus de vraag is voor ons, wat is nou de juiste maat van vrijheid en van individualiteit? Ja. En dat sluit ook veel meer aan op de dialectiek die zich voor onze ogen voltrekt. Niemand in Nederland wil volledige gemeenschap of volledige individualiteit. We zoeken naar een betere maat dan we hadden. Het neoliberalisme heeft de maat veel te ver opgetrokken in de richting van individuele vrijheid, markt enzovoort. Dat willen we niet. Je ziet een beweging de andere kant in, maar we willen ook niet een soort communisme, waar Maren en ik misschien vroeger ooit aan geraakt hebben, maar dat we echt in Nederland niet gaan willen. Niemand. Nee, nou dat is eigenlijk een beetje positie van Hegel. Hè? Dus dat hele tegenstelling tussen individu en de hele, het geringste compliment in de filosofische context. De tegenstelling tussen individu en gemeenschap is de schijntegenstelling, hè? Zegt hij ook. Hè? Dus je hebt altijd al een vorm van gemeenschappelijkheid nodig, waarin die vrijheid van het individu zelf ook weer een plek krijgt. Hè? Ja. Dus ook, en van daaruit komt hij natuurlijk op het idee van een burgermaatschappij, waarin je enerzijds die vrijheid hebt, precies, anderzijds dat er een nieuw soort binding is. Ja. Aan bijvoorbeeld zijn idee van standen of coöperaties, een soort gildeachtige verbanden, waarin dat individueel welzijn met het algemene welzijn wordt bemiddeld. Die coöperatie is ook bij jou in je analyse een belangrijke notie. Die zet je ook in, hè, als een soort neo-Hegeliaan, zou ik dat maar zeggen. Mm-hmm. Tussen, als een sfeer tussen ook familie en staat in. Waarin individu eigenlijk een plek heeft die niet samenvalt alleen maar met dat collectief. Nou zie je, en natuurlijk interessant genoeg, dat natuurlijk wel een vorm van politieke organisatie vraagt. He, want je moet iets van wetgeving hebben. En ik denk ook dat daar wordt een wetgeving
die dus niet alleen dat individu als vertrekpunt heeft, maar ook ergens een bescherming geeft voor dat type verbanden. Iets vergelijkbaars zie je ook bij Dugin. Er moet toch... Dugin hij doet is... zelfs een pleidooi voor standen. Hè? In zijn, Maar goed, dus Dugins werkwijze... Ja. En Dugins ideeën, die staan enigszins haaks op elkaar. Dus als jij gewoon zijn, hè, dat project van die vierde politieke theorie leest... Ja, dat is iets, dan is dat een open project waarin vrije discussie is om hè, een alternatief voor dat liberale... Maar goed, dat, ik zou zeggen, is een liberaal model, een liberaal academisch model. Daar is hij helemaal niet tegen. Nee, dat we gewoon onderling... Ja, een alternatief even voor fascisme, communisme en liberaal kapitalisme. Hè? Dus, en dan het vierde model is iets anders. Ja, dat is een alternatief, maar daar is wel vrije discussie over mogelijk. Okay. Dat wil zeggen, dat is een bepaalde interpretatie van liberale modellen. Een John Stuart Mill-achtig model van een vrije discussie levert het beste resultaat op. Dat is wat jij ook. Ja, dus als we over waarden discussiëren of over... waar tussen de twee uitersten van individu en gemeenschap we moeten staan, is daar een open discussie voor nodig, maar wel een politieke vrijheid die een openbare discussie mogelijk maakt. Maar de andere kant van Dugin, is waar ik het net over had, dus dat hele idee van die vervalsgeschiedenis, dat suggereert, en nou komen we op die kastenmaatschappij, dat suggereert dat er mensen zijn die over geheime kennis beschikken. Dus die over de wijsheid, hè, de wijsheid beschikken om de maatschappij te besturen. En die moeten aan macht komen en de rest moet gehoorzamen. Om het maar even, ik zeg het even heel simpel. Dus de logica van als er een wijsheid bestaat en als die al op de een of andere manier geopenbaard is. In traditie, dat wil zeggen allerlei oude, met name Indiaanse Persische teksten, dat is waar men dan naar verwijst. Daar zit ergens een waarheid verborgen. En dan is de vraag van wie is geschikt om daar toegang toe te krijgen. En dat is ook de Platoonse vraag. Wie is geschikt om daar toegang te krijgen? En degene die daarvoor geschikt is, die zou het eigenlijk voor het zeggen moeten hebben. En daarom is democratie het uiterste punt van het verval. Omdat je daarvan uitgaat dat iedereen toegang heeft, op de eigen niveau toegang heeft tot die wijsheid. Of dat die wijsheid helemaal niet bestaat, maar dat er alleen maar meningen bestaan van mensen. Ja. Dus dat ben je het verst verwijderd van dat idee. Bij Dugin vind je twee modellen die nogal tegenstrijdig zijn. Ja, nou misschien wel. Maar goed, het is... Het is ook een hele... Het is ook heel raar dat... Kijk, als hij echt een traditioneel denker was... dan zat hij gewoon in een traditie... en sprak hij namens die traditie. Maar hij leest vooral westerse filosofen. Ja, ja. En allerlei kritische... Overigens is een vergelijkbare beweging... was ook zichtbaar bij delen van... De islamitische cultuurkritiek op het Westen. Dat zie je eigenlijk al in de 20e eeuw ook. Hè? Dat men teruggrijpt ook op Duitse... Dus de kritiek op de moderne denkers. Ja, precies. Maar goed, misschien toch om een paar dingen weer wat scherper te krijgen. Want het houdt wel in dat hij zegt... het geloof in technologie, wat in het Westen zo dominant wordt... En die functionaliteit en die optimalisering, dat gaat voorbij eigenlijk aan tradities die al duizenden jaren oud zijn. Dat is zelfs naar een voortijd reizen. En dat betreft toch eigenlijk vrij conservatieve beginselen. Dus man en vrouw bijvoorbeeld, dat onderscheid. Dus waarvan hij tegen zegt, in het Westen zien we dat eigenlijk wordt weggevaagd. Ja, ja. Het belang van het gezin of de familie, wat hij blijft benadrukken. En dan komen we wel op het punt natuurlijk, en dat zie je ook in het Westen, dat een deel van die liberale agenda bijvoorbeeld bij ons in de richting van de woke agenda gaat. Poetin keert zich daar zelfs uitdrukkelijk tegen. Ja. Lijkt me niet helemaal toevallig. En daar wordt ook de link weer gelegd met de Russisch-orthodoxe kerk. Dus dat daar toch iets van een soort goddelijke orde
ja. is, die wordt gewoon wordt geschonden ja. in die nou, liberale ja, wereld. Ja. Bij Julius Evola, ja. de bronnen, ja, daar vind je echt een cultus van ja, wat hij noemt absolute mannelijkheid en absolute vrouwelijkheid. Ja. Dus dat, daar wordt dat... Kijk, maar bij Evola is het volstrekt duidelijk dat zeg maar de traditionele cultuur, die bestaat hij voor ja. de ons bekende geschiedenis, dat wil zeggen de opgeschreven geschiedenis. Ja, het is een soort Atlantis-achtig. Dus daar, ja, daar ja. is een soort oorspronkelijke, natuurlijk kleinschalige, onmiddellijk met de natuurlijke omgeving verbonden gemeenschap, die in strijd verwikkeld is. Ja, dus daar is het idee van hoe een gemeenschap veronderstelt strijdbaarheid. En dus een mannelijkheid en een vrouwelijkheid die dienstbaar is aan die strijd. In de zin dat mannen moeten krijgers worden en we hebben priesters nodig om daar een sacrale betekenis aan te geven. En vrouwen die zijn er om voor nieuwe soldaten te zorgen. Hè, om het maar even simpel te zeggen. Dus die traditionele cultuur die is inderdaad verbonden met een absoluut begrip van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ja. Die nog steeds ja. niet helemaal verdwenen is. En ik denk dat heel diep bij een heleboel mensen, misschien ook bij Gabriel als ik de discussie voordat we hier begonnen herinnerde. Ja, dus ja, dan moet op een gegeven moment moet. Hè, dus neem ik Oekraïne. Ja, daar heb je wel. Ik bedoel, daar zitten ook vrouwen in het leger, maar het zijn toch vooral de mannen die daar de verschrikkelijke klus opknappen om de Russen te verslaan en daar dus hun levens voor op in de waagschaal stellen. Dus die mannen heb je wel nodig. Dus heb je een cultuur nodig waarin dit soort mannen naar voren komen met alle gevaren van dien. Hè, dat is, vind je ook al bij ja. Plato. Die krijgers kunnen zich ook tegen de eigen bevolking keren. Dus heb je filosofen of priesters nodig die krijgers aan een bepaalde idee bent. Ja, dat is heel mooi. Plato verbindt het natuurlijk aan de thumos en hij zegt nog twee vermogens. Hè. Zij moeten vurig zijn, ja. maar ze moeten ook zacht zijn. Ja, ja. Net als honden. Ja. Hè, dus de honden die... Maar ook zacht zijn voor... En precies die combinatie moet worden gecultiveerd, want anders krijg je een soort botte krijgers. Hè? Dus dat is, en daar dienen de... Of vervrouwelijkte mannen. Vervrouwelijkte mannen. Dat is, nou, dat is wel interessant, want dit is natuurlijk een heel... Laten we zeggen, dit is op dit moment ook binnen het Westen, en dan komen we even op het thema, natuurlijk een heel splijtend thema. Ja, ja, als je alleen maar zeker, kijkt wat er op dit moment ook in Amerikaanse universiteiten gebeurt, dan raakt dat aan deze thematiek, die dus ook eigenlijk door Dugin wordt aangesneden, op zijn manier. Mm-hmm. Op zijn manier wordt beantwoord. Maar die niet, laten we zeggen, dat is niet alleen vanuit de Russische zijde. Want Gabriel is daar op zijn manier natuurlijk ook mee bezig. En die eeuwige waarheid wordt dan misschien niet in de goddelijke openbaring gezocht. En Gabriel gaat meer terug naar, laten we zeggen, de evolutionaire ontwikkeling van de mens. Maar Gabriel, dit is dat thema van innovatietraditie. Dat is bij jou ook belangrijk. Hè? Als je dat nou langs die lijn oppakt, kun jij dan nog een gesprek voeren met zo'n, nou ja, toch wel een beetje duistere denker als Dugin? Er zijn, ik denk het wel. Ik zou eigenlijk onderscheid willen maken tussen twee soorten traditie. Zeg ik, traditie in de culturele zin. Die tradities kennen we. Die zijn eeuwen oud. Niet decennia, maar eeuwen. Ja. Soms millennia. Maar niet miljoenen jaren. Dat wil zeggen, die tradities, daar kennen we de geschiedenis van. En nou, als verwezen wordt naar India, naar China, dan zijn die goed gedocumenteerd. Je kunt daar vrij precies ontdekken wat daar niet alleen beweerd wordt over de mens, maar ook welke praktijken daarbij horen. Je kunt daar deel van uitmaken. Dat is trouwens ook niet alleen maar voor elites weggelegd. Dat is bijvoorbeeld in India, is dat in die zin democratisch. Dat iedereen die verlichting wil zoeken, hoe kan nemen en zich daarin kan verdiepen. En ook zelfs vrouwen. Dus dat is een open systeem. En er is heel goed te praten over welke elementen in die orde zinvol zijn en waar we misschien iets aan hebben of die we moeten rehabiliteren. Dat is één ding. Dat is vrij gemakkelijk, mits je precies bent. Als je het niet over cultuur en geschiedenis in het algemeen, maar je gaat kijken, nou gaan we eens nemen. We verdiepen ons eventjes in een traditie en we kijken, wat is daar waardevol en wat niet. Dan komen we een heel eind. Geldt ook voor de islam, geldt voor het jodendom, geldt voor het christendom, geldt zelfs voor het humanisme. Dus, dat kan best, zo'n gesprek. Maar dan moet je dus gewoon even niet in het groot gaan, zeggen, zaak mythologisch opblazen.
met alle hoofdletters, dan moet je precies worden zeggen, oké, wat betekent dat voor het leven? Maar het hoofdprobleem hier is iets anders. Dat is traditie in een veel meer archaïsche zin. Ja, dus ja, ja. Je weet, ik schrijf een boek, bijna klaar, de actualiteit van het archaïs en dat verdiept zich in 2 miljoen jaar menselijke evolutie. En dat graaft een geschiedenis op die veel ouder is dan die culturele tradities. Mm-hmm. En het is ook de vraag of je dat traditie moet noemen. Misschien moet je dat wel menselijke natuur noemen. In de zin van biologische dimensies. En het probleem met het liberalisme is dat het daar niets van wil weten. Dat het dus afscheid neemt van het idee dat de menselijke natuur van oudsher, en dan praten we over miljoenen jaren, bepaalde neigingen heeft. Voorkeuren, patronen, praktijken, problemen. Die als het ware haak staan op die liberale orde. En toch zijn er die, volgens mij althans. En alles wat nu controversieel is rondom woke, maar ook rondom volksgemeenschap individu, heeft daarmee te maken. Dat gesprek is een stuk lastiger. Want dan moet je aannemen dat die hele biologische voorziening relevant is. Dat is niet alleen moeilijk met liberalen, maar dat is ook moeilijk met bijvoorbeeld mensen die denken dat het van God komt, of die een spirituele bronnen, die dat als hoogste wijsheid, als bron van wijsheid nemen. Want mijn antwoord aan hen is, ja vrienden, ook die God van jou waar je zo in gelooft, is ook verweven met die oude geschiedenis. Ja, nou is er één notie in dit verband heel cruciaal. Hè? Dus ook, die kennen we ook al heel lang. Dat is de gedachte van natuur, fusis. Bij Plato en Aristoteles vormt het een... Die spreken over de fusis van de mens. En daarmee wordt ook al een soort samenhang aangegeven tussen de mens en de natuurlijke orde, of de kosmos. Ja. In zekere zin zit dat in jouw model ook. Niet in zekere zin, dat zit er volledig in. Ja, dat zit er ook in. Dus wanneer Aristoteles bijvoorbeeld spreekt over de mens als een paarvormend wezen, dan neemt hij niet het individu als uitgangspunt. Nee. Maar dan is het eigenlijk is voortplanting en hoe zich daar een oikos uitvormt. En, en dan kan je zeggen, nou beschrijft hij ook een bepaalde geschiedenis. Maar dat... dus laat ik jou even over. En je kan zeggen, ja, Thomas gaat dat dus ook nog een soort christelijke betekenis geven. En ik denk dat dat bij Dugin niet veel anders is. Hè? Dat rust wijst naast een soort sacrale orde, dit verbond. In de katholieke traditie sacrament. Dus dan is een idee van, er is een soort overeenstemming tussen een culturele ordening en een natuurlijke, of wat een natuur wordt genoemd in die traditie. Maar ik bedoel, is dat ook iets, zeg maar, rond dit thema van woke, heb ik jou ook al vaker horen zeggen van ja, maar men miskent eigenlijk die natuurlijke dimensie in hoge mate. Ja, en dat is een deel van het probleem, want ik zou zeggen dat aangezien de natuur is iets wat in alle culturen en alle samenlevingen een rol speelt, zou dat common ground kunnen zijn waarin je het gesprek kunt beginnen over dingen die er in het leven echt toe doen. Dat is dan jouw traditie met een grote T. Ja, maar met dat verschil dat het dus niet zozeer de culturele uitleg daarvan is, maar de basale gegevens van het leven, ik noem maar wat, ook in Rusland, ook in China, willen ouders voor hun kinderen zorgen. En zo zijn er nog meer dingen in het leven die zich van nature aan ons opdringen en waar trouwens veel van die grote tradities overgaan, maar in een theologische taal. Dus mijn interpretatie van die grote traditie is dat is biologie in de taal van de theologie. Dat wil zeggen de grote vragen. Ja. De grote vragen van het leven. En dat bedoel ik in de praktijk. Hè? Dus leven en dood. Man en vrouw, ouders en kinderen. De grote scheidingen. Worden in de theologie wel degelijk gedacht, maar in een taal die niet lichamelijk is of biologisch, maar die spiritueel is. En daar zijn goede redenen voor. Ik doe daar niks aan af. Ik zeg alleen, het is niet een scheiding. Geest-lichaam, dat bestaat helemaal niet. Het is één ding wat je in twee talen kunt uitdrukken. Ik druk me bijna spinozistisch uit. En ik zal het even afmaken, dan moet je volop vuren. Dus wat zich lichamelijk manifesteert, is niet iets anders als wat zich geestelijk manifesteert. En de discussie voeren tussen die twee is een waanidee, wat het probleem alleen maar groter maakt. Ja. En daarom is woke er niets van begrepen. Ja, dat is een heldere taal. Aristoteles zegt al, het lichaam is de werkelijkheid, eerste werkelijkheid van de ziel. Hè? Dus daar ligt die gedachte in. Maar, de ambivalentie is hier, is dat natuur? Hè? Gaan wij, vanuit het huidige wetenschappelijke begrip van wat natuurlijk is, biologisch, of het leven, noem maar op.
dat vanuit daar de geschiedenis opnieuw lezen. Dat soort geschiedenis vind je heel veel. Hè? Met name in de cognitieve wetenschap. Hè? Dus wat de ontwikkeling van de brein, de ontwikkeling van de opvoeding en de ontwikkeling in de geschiedenis van de mensheid als een soort leerproces wordt begrepen. Vanuit het gegeven dat de mens als van natuur een aantal eigenschappen heeft waardoor die in staat is cultuur te vormen. Hè? Dus de taal, rechtop staan, de mond. Maar, dus mensen als evenaar, die hebben proberen. Ja, Dugin neemt. Ja, oké. Okay. Die is wat minder. Evenaar is volstrekt duidelijk hierover. Die gaat uit van de natuur zoals dat naar zijn idee, zeg maar, zoals de oermens. Nou, zit ideaal typisch. Die ervaren heeft, namelijk als iets wat boodschappen. Ja, dus het is inderdaad een reeds door de geest verschijnende natuurlijke werkelijkheid. Hè? Dus de zon en de maan, licht en donker, noem maar op. Al dat soort elementen die uit het onmiddellijke natuurlijke leven voortkomen, zijn even zoveel symbolen voor de vormgeving van de cultuur. Dat is de oorsprong. En als je daaraan voorbij gaat. En het vervalsproces is dat mensen steeds verder daarvan verwijderd. Ja, dus het is een betekenisvolle natuur. Mythologisch gebeuren. Ja, maar dat is denk ik ook waar Dugin natuurlijk dan aanspraak op maakt. Ja. Over een soort van andere werkelijkheidservaring dan die welke we in de moderne samenleving. Ja. Een ander type rationaliteit ook. Ja, dus de moderne wetenschap zegt, ja, maar dat was allemaal verbeelding van mensen. Ja. Je hebt gewoon een fysiologische proces. Werkelijkheid. Ja. Daar horen mensen ook bij als levende wezens. En die hebben allerlei dingen bedacht. Ja, maar dat vind ik. En dat is inderdaad de scheidslijn. Die een moderne gezichtspunt oplevert. En waar we natuurlijk op alle mogelijke, ook Dugin, moeilijk onderuit kan, want wij denken niet meer magisch. Wij denken niet meer animistisch. Nou ja, dat is dus de vraag. Wij denken dus wel maar animistisch. Ik keer hem precies om. Nee, ik keer hem om. Ja, ligt aan wie wij leven niet in een zuivere natuur. En je hoeft er helemaal de wetenschap niet bij te halen. Ook het gewone leven van mannen, vrouwen, kinderen is een combinatie, een samengaan van lichamelijkheid en verbeelding. Ja, ever. Tuurlijk. Ja. Er is altijd magie. Er is altijd animisme. In de zin dat je dingen ziet en ervaart die er strikt genomen niet zijn. En met strikt genomen bedoel ik dat je ze wel ervaart, terwijl je niet helemaal kunt bewijzen zo tastbaar als dat boek hier is. En toch zijn ze er. Dus ik vind niet dat je die scheiding moet aanbrengen tussen symbool en lichaam als het ware. Maar, dat is een probleem. Als wij daarnaar kijken, dan doen we dat niet op de manier dat daar een eenduidige boodschap uitspreekt. Ja, dus waar Dugin zich tegen afzet, liberale maatschappij, dat gaat over het zelfbeschikkingsrecht van mensen om zelf te bepalen hoe ze daarmee omgaan. Dus hoe ik mij opvat als vader of moeder of kind. Maar dat is misschien. Dat moeten we overlaten aan mensen zelf. Die mogen daar zelf hun interpretatie aan geven. Dat is moeilijk. Maar dat vind ik dus slecht gedacht. Waarom? Omdat dat namelijk vooronderstelt dat je dat zelf bepalen. Ja. Wat inderdaad gepropageerd wordt in de liberale, alsof dat ontdaan is van verbeelding. Nee, dat is ook een verbeelding. Natuurlijk is dat. Nee, maar daarom is die kritiek zo inadequaat. Nee, maar zo, ik denk dat het gaat erom, moet er een gemeenschap, een instantie bestaan die tegen bepaalde individuen zegt, jij valt buiten de orde. Maar ik denk dat strikt genomen, dat bij Dugin, dat je moet zeggen, dus die werkelijkheidservaring is zelf ook van een geestelijke aard. Hè? Ja. Dus die zal die zelfs satanisch noemen. Hè? Dus dat is het kwaad. Dat is en hij koppelt het dan aan Heidegger's kritiek op de techniek. Het rekenende denken is eigenlijk niet meer ontvankelijk om zomer en winter, man en vrouw, bloei en verdorring te zien. Want die zijn alleen maar aan het rekenen. En eigenlijk die orde die vanuit die natuur spreekt, in zijn optiek dan. Ja. En dat komt toch wel in de buurt van wat jij. Zeker. Ja. Daar ben ik het ook mee eens. Omdat namelijk die techniek is onttoverend. Ja, dat is rekenen. Dat is tellen in plaats van vertellen. Ja. En ik denk dat het inderdaad wij wezens zijn die
altijd en die magie en dat animisme en die verbeelding bij ons hebben en ook niet anders kunnen leven. Dat wil zeggen, er gaat iets dood. Ja. Als je gaat tellen en rekenen. En als je daartegen protesteert, of het nou Dugin is of wie dan ook, dan ben ik het daarmee eens. Ja. Omdat we dat ook hier in het Westen zien gebeuren. Precies daarom vind ik dus die innovatie zo gevaarlijk als je dat verabsoluteert. Omdat in de traditie altijd, zowel in de culturele zin, maar ook in de oudere traditie, wat we net bespraken, altijd vormen aanwezig zijn om op een andere manier met die dingen om te gaan dan via rekenen en tellen. Ja, maar goed, de discussie gaat erom. Is dat een eenduidige boodschap? Zit er in de boodschap van de natuur? Nou, ik zou zeggen, in onze interpretaties, is daar een ankerpunt? Ja, een zeg maar een soort maatgevende orde of een orde die maatgevend is voor de interpretatie die mensen daarvan geven? Of is die vermenging van dat geestelijke altijd al individuele acties van het begin af aan? Zelfs als we dat eerste punt van jou zouden accepteren, wat ik doe, er is altijd al symboliek en er is altijd al magie. Dan wordt het interessant, dan is er dus niet een vaststaande interpretatie ervan. Is de opgave, wat bedoelen we met maan? Ja, wat bedoelen we met zon? Wat bedoelen we met al die dingen? Ja, En daar moet het over gaan. En om dat goed te doen, heb je vrijheid nodig. Dat kun je alleen maar dialectisch doen. Ja. Want als je dat niet dialectisch doet, dan zegt iemand in Rusland, nou weet je wat, de maan is het kwaad. Ja. En dan zeggen ze, ja, hoezo, dat zullen we zien, bom erop. Want wij vinden namelijk de zon het kwaad. En dat is de wereld waarin wij leven, dat die symbolen en die gestalten elkaar bestrijden. Je zou kunnen zeggen met Theo de Wit, goden die elkaar bestrijden. Ik vind het prima, noem je het zo. Maar wat er gebeurt, is dat dus omdat we die verbeelding niet inbegrijpen in het en niet meenemen in die menselijke natuur en dat tegenover dat lichamelijke en dergelijke stellen, gaan we dat als het ware op een hele ouderwetse manier, zoals de vroege godsdienststrijd, claimen de ene god tegen de andere. Ja, en dan zou ik zeggen, daar heeft het liberalisme wel een oplossing voor gevonden, namelijk laat elkaar uitpraten. Goed, dat hebben we hier in ieder geval gedaan. We hebben elkaar toch redelijk uit laten praten. En we hebben ook aardig de tijd gevuld. We kunnen nog veel verder gaan. Maar mensen die hier meer over willen lezen, die raad ik aan om vooral dit boek tot zich te nemen. Liberale democratie onder vuur. Daar kun je ook nog meer lezen over de verschillende posities. Ook nog van andere denkers, zoals Schmid, zoals Spengler. Zoals Barres en noem maar op. Zeer lezenswaard. Geen academische discussie. Want waar we het hier over hebben, dat roert zich momenteel in onze geopolitieke werkelijkheid. Hè? En bij de verkiezingen. En bij de verkiezingen. Zeker, en bij de verkiezingen. Dus op nationaal en op internationaal niveau is dit eigenlijk de thematiek. En dat gaat uiteindelijk ook over inderdaad die metafysische vraagstukken en het begrip van inderdaad wetenschap, techniek, economie, staat, religie, verbeelding. Deze thema's komen aan bod. Dus ik adviseer iedereen om daar van kennis te nemen. Bovendien, we zitten in een rally. Wij als Nieuwe Wereld willen graag. We hebben nu 97.000 abonnees. We willen naar de 100.000, liefst voor het eind van het jaar. Dus abonneer je op ons kanaal. Bovendien zijn we bezig met een eindejaarsactie. Want we kunnen deze programma's alleen maken omdat we gesteund worden door u, door de kijker. Dus mocht u wat kunnen missen, steun ons. We hebben het heel hard nodig om dagelijks een uur te kunnen uitzenden. Dus hieronder staat de link. En ik hoop dat degenen die zich dat kunnen veroorloven ons warm willen steunen. Dank voor de aandacht en tot een volgende uitzending.